belangrijk in het opvoeden van kinderen is dat je de juiste waarden aan je kinderen meegeeft. Bij mij betekent dat toch wel het meegeven van wat discipline, van een aantal principes. Eerlijkheid en vertrouwen. Vooral het wat kan en wat niet kan, wat mag en wat niet mag. Voor ons is respect heel belangrijk. Het is de week van de opvoeding. En ook Dendermonde wil deze belangrijke taak graag onder de aandacht brengen. We hebben geprobeerd om in Dendermonde de week van de opvoeding in de kijker te plaatsen. De week is een ideaal moment om ouders in de bloemetjes te zetten. En we hebben dat gedaan door onze groeibomen overal in Dendermonde neer te plaatsen. Overal waar ouders dan kwamen en zo'n boom tegenkwamen, konden zij een zakje zonnebloemzaad plukken om hen te bedanken voor die goede zorgen die zij hun kinderen elke dag geven. Veel ouders reageren heel enthousiast. Veel mensen zijn niet gewoon om zomaar een cadeautje te krijgen en dan zeker niet voor iets als opvoeden, voor iets dat als vanzelfsprekend beschouwd wordt. Maar dat is het niet altijd. Er wordt veel meer vrijheden opgeëist. Ze zijn toch meer bespraakt dan dat wij in der tijd waren. Ervaar je soms ook problemen bij het opvoeden? Blijf dan niet met je vragen zitten. Ouders kunnen terecht in het opvoedingspunt. Dat bevindt zich in het sociaal huis op de Gentse Steenweg. En ouders kunnen een afspraak maken om op gesprek te komen. En dan gaan we daar samen mee aan de slag.